Frank Boeien. Een beetje liefde. Het was een beetje koud in mijn hart. Ja, Frank Boeien is toch de man, zeg maar, die ja, beter kunt verstaan als hij zingt dan dat hij praat, hè? Ja. Nou, we hadden het vorige uur even over dat verhaal in Vierlingsbeek. En er zijn vorig jaar een hele hoop mensen op de bon geslingerd. Of was het begin dit jaar in ieder geval. Het halve dorp, wat meer dan de helft van het dorp werd, is op de bon geslingerd. Omdat ze daar ineens een flitspaal neer hadden gezet. En ja, zelfs families die 3, 4, 5 bonnen hebben gekregen in een week tijd. En daardoor niet op vakantie hebben kunnen gaan. Dat is natuurlijk, ja, ik zei al in het vorige. Dat is heel lullig. Alleen is het natuurlijk wel zo dat, ja, als je te hard rijdt, dan moet je ook de consequentie aanvaren. Hè? Dat is een beetje, zeg maar. Nou, kijk, ik ben degene die een gruwelijke hekel heeft aan verkeerscontroles. Maar ze schijnen nodig te zijn, hè? Voor de verkeersveiligheid. En ja, dus van de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, die mensen kunnen nu al allemaal naar de rechter stappen. Maar uiteindelijk zijn ze er wel zelf bij geweest. Hè? Dat rechtervoetje heeft toch even ervoor gezorgd dat ze die bekeuringen hebben gekregen. Dus ik heb een oproep gedaan. Ik zeg, goh, wat is jouw mening? Ik kreeg zojuist een berichtje hier binnen. Pak het er even bij. Hele goede morgen, Chris. Morgen. Ik heb toch even reageren op het feit wat jij net zei over te hard rijden. Je hebt inderdaad gelijk. Als je te hard rijdt, dan moet je de consequenties daarvan aanvaren. En dan kom je een beetje op mijn vakgebied terecht. Het is inderdaad zo, als je te hard rijdt, dat je daar, ja, als je een bekeuring voor krijgt, dan moet je niet liggen zeiken. Waar ik wel een gruwelijke schurfhekel aan heb, ik denk dat het de juiste woord is, dat de justitie gaat controleren op plekken waar de verkeersveiligheid totaal niet in het gedrang is, maar wat ideale plekken zijn om snel even wat voordeeltjes te knippen van mensen die gewoon over het algemeen net iets te hard rijden, om daar geld uit te trekken. Kijk, daar een hekel aan. Doe het dan voor verkeersveiligheid. Ga in een dorp staan waar kinderen spelen, bij ons in Oudbergen bijvoorbeeld, nou, een doorgaande weg waar je met 50 mag, daar rijdt iedereen 80. Ga daar staan en geef ze allemaal bon voor 200 euro. Dan leren ze het vanzelf. Ik bedoel, om de snelweg te controleren waar je 10 kilometer te hard rijdt, wat totaal niks aan de hand is, dat is geldklopperij. Dan moeten we vanaf in Nederland van die flauwekul geld kloppen van mensen die gewoon hard werken. En dat wordt er even kwijt en ik hoop dat daarmee jouw vraag beantwoord is en een hele goede uitzending. Ja, nou, dankjewel. Met die goede uitzending, dat doen we ons best voor. Hè? Meer kunnen we ook niet, maar ja, het is natuurlijk wel zo. Hè? Van de ene kant kun je zeggen eigen schuld, van de andere kant, ja, het is ook makkelijk scoren voor justitie. Hè? Die hebben natuurlijk gewoon even gekeken op de begroting. Maar, oh ja, jongens, we moeten nog eventjes even wat geld binnenhalen. Wat is een mooie plek waar toch iedereen even doorrijdt. Ja, nou ja. Ja, het hinkt op twee benen, zoals dat zo mooi heet. Zometeen hier in de ochtendshow onze stagiair Raoul. En hij heeft weer wat opmerkelijk nieuws meegenomen vanuit de bus dit keer. Een nieuwe dag begint hier. Yeah. Dit is Christus wat vroeg.